De vraag die heel Medialand deze week bezig hield is... wie maakte het campagnefilmpje van premier Mark Rutte? Op de bank bij Eva Jinek lanceerde Rutte To Do. Een flitsende mini-documentaire over hemzelf. Hij was op zoek gegaan naar mensen die hem konden portretteren zoals hij echt is. Een menselijke, betrokken, gevoelige robot. Toen vonden we een paar vooraanstaande documentairemakers. Ze komen een beetje uit het VPRO-circuit, dus ze willen het stilhouden dat ze iets voor de VVD gedaan hebben. Ze willen niet met naam genoemd worden. Nee, daar willen ze niet mee geassocieerd worden. U kent die VPRO, allemaal linkse toestanden. Maar wel echt hele goede mensen. Hele goede mensen van de VPRO. Niemand weet wie die hele goede mensen zijn, maar het team van Zondag met Lubach heeft de makers van de documentaire weten te achterhalen. Oké, Mark, we gaan hem doen. Succes. Gooi hem vandaag zelf maar even in de achterbak. Dat is leuker voor het filmpje. Oké. Oké, Mark, dat stukje in het script dat je zegt dat je op je derde al politicus wil worden. Doe maar even iets anders, iets van brandweerman of zo, iets volkser. Politieke interesse kwam bij mij echt pas aan het eind van de middelbare school. Ja, en daarvoor was het brandweerman en daarna... Ja, beter, perfect. Ik wilde pianist worden. Het zou ook wel heel ziekelijk zijn als je heel jong bent en dan de politiek in wil. Oké, Mark, er vliegt straks een duif voorbij. Gewoon in die duif zwaaien, als doen alsof het iemand is. En zwaai. Oké, Q, politiefiguranten. 3, 2, 1. Goedemiddag. Ja? Afwisseling of is het zo niet te praten, Mark. Het zijn Poolse acteurs. Mark, we lopen nieuwsport in. Let op, dat is die spiegel. Dat is niet een deur met de gang erachter. Het is een spiegel. Het is een spiegel. Het is een rechts. Ga naar rechts. Oh. Sorry dat u even moest wachten. De cijfers zijn wel positief, maar... Ja. Zeg nu even iets van voorzichtig dubbel check of zo. Ja, niet zo letterlijk, maar gewoon... Moet even dubbel checken. Nee, niet letterlijk. Wat zei ik? Nou, oké, ga maar door. Stomen kokend water. Oké, hier een soort van levensmotto. Die hebben we nog niet geschreven, dus improviseer maar wat. Ja, ik heb altijd volgens de filosofie geleefd. Je moet s'avonds meer energie hebben dan 's morgens. En dat lukt de meeste dagen. Oké, sloeg nergens op, maar de fixen we in de montage. Gaat goed. Mark, even belangrijk niet dat over mag, haar he? Ziekte beginnen nu. Maar je hebt de diabetes en een hersteloperatie. De diabetes gaat echt over. Waar ik heel erg van geniet is muziek. Ik wil natuurlijk ooit bedacht, ik ga gewoon pianist worden. Hou een keer op over die pianist. Maar blijft voor mij heel erg belangrijk. Ik kan gewoon hier weglopen, die vrouw die praat altijd door, die is crazy. Gewoon weglopen. Mooi. Oké, verzin even een niet bestaande privé-situatie, maar hou het abstract. Met vrienden op vakantie gaan vind ik erg gaaf. Perfect. Gewoon weg zijn. Ja, niet zo abstract. Een vergadering. Ik verzoek de leden... Harder tegen Ivo praten, hij hoort niet zo goed. Oké, Mark, daar staat die vrouw weer niet op reageren, die is gek. Oké, it's a wrap. Goed weekend. Het is dinsdag. Oh my god. Amateur, joh.